zowel de kanon Mathéa Lisa Lisette met een 1 en Lisette zonder een 1. En dan ook nog Denise Rauw uit Duitsland. Zij zwemt in baan 1. Dezelfde manier, we gaan verder in Duitsland. Alle namen van ons kijken van Zalen Ros en van Zwommen. En dat doen ze niet zonder hoor, daar moeten ze echt wel wat voor doen. Dat doen we samen met Jesse. Jesse wil vast een hartelijk dank voor al je ondersteuning voor de laatste 2 dagen. Verder aan de leiding in baan 4, Anouk van der Kulk. De zomerkampioen van beide gehandicapten. 59.05 is haar tijd. Dat betekent een nieuw als het plaats is in de bus naar Rio.